Dames en heren, het mag stil worden. Telefoons weg. Ja? En wat anders dan neem ik ze gewoon even in. Geen enkel probleem. Ik ben toch door aan nieuw. Maar ik ben nog aan het maken. Ja. Goed. Oké, nou voordat we onze les echt gaan beginnen, krijg ik van ons allemaal een snoepje. En we hopen erbij dat jullie allemaal een goede aanvullende zorg gekregen hebben. Idiot. Gewoon die hele zak pakken. En op het eind zullen we jullie kennis testen met een Space. Hey! Jeroen, dat is niet doen. Alles goed. Ik Guido, ga ze gewoon gooien, dan breng ik nog meer. Dan moet orde in de les. Heel goed, Guido. Heel goed. Dat is juist een paar punten. Dat komt door mij, hè? Ik zou door mij. Hey, Tigo, Tigo, dat zeggen we. Tigo, dat gaan we ook zeggen aan het begin van onze les. Mag ik ook één? Heb je er twee? Oh, lekker. Ja, Guido, Guido. Word je wel even. Wat is? Oh, die balletjes. Nee. Wat zei Rafke de vorige keer? Goede inspanning en dan heb je ook beter gehoord. Rafke, je lessen zijn geweld. Maar zijn mensen met twee. Guido, hij heeft dat. Ja, ook nog. Nee, hij heeft dat. Nee, hij heeft dat. Dat wil ik ook een keer, Guido. Hé, Guido, ik heb nog niet gehoord. Jongens, oké, even serieus. Jullie zullen de space race goed maken, dan is er nog niet. Als jullie dan... Nou, even serieus, kom maar. Tico ook, Jeroen ook. Even serieus. Als jullie lief meeluisteren, is er volgens mij nog genoeg voor een tweede ronde. Oké, wij gaan het dus vandaag hebben over de verzorgingsstaat in de praktijk. En wij zijn er vandaag nu bij zeggen. Maar voordat we beginnen, laat het aan volgens mij. Eerst even een filmpje kijken. Gaat het niet aan? Oh, mijn naam is Drees, Willem Drees. Ik word wel de vader van de verzorgingsstaat genoemd. Onder mijn verantwoordelijkheid als minister en later als premier is er een begin gemaakt met een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen. Een vangnet voor hen die het niet alleen redden. Eerst vooral voor de ouderen. Later volgden nog bijvoorbeeld de kinderbijslagwet en de algemene bijstandswet en forse investeringen in betaalbare en toegankelijke zorg en onderwijs. De verzorgingsstaat was uiting van beschaving en ontwikkeling van Nederland. Die moderne verzorgingsstaat werd mede mogelijk gemaakt door de ontdekking van aardgas, vooral die van de enorme gasbel in Slochteren. Van de Nederlandse aardgasbaten tussen 1959 en 2009 is naar schatting een kwart besteed aan sociale zekerheid. Onze ruimhartige en vaak geprezen verzorgingsstaat drijft voor een belangrijk deel op de aardgasbel. Maar die bel loopt nu langzaam leeg. Als we niet een enorme nieuwe gasvoorraad ontdekken, zullen we binnen 10 tot 15 jaar gas moeten importeren, omdat we niet voldoende produceren. Dat betekent dat de verzorgingsstaat een belangrijke sponsor kwijtraakt. En dat terwijl de kosten zullen oplopen. Belangrijkste oorzaak? De vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen die langer blijven leven en uiteindelijk meer zorg nodig hebben. In 1959 waren er zo'n 1.065.000-plussers. Nu al zo'n 2,5 miljoen en in 2040, op het hoogtepunt van de vergrijzing, zijn dat er 4,5 miljoen. Dat is dan een kwart van de bevolking. En die ouderen komen er in toenemende mate ook alleen voor te staan. Ze wonen tot op hoge leeftijd op zichzelf en hebben steeds vaker geen kinderen meer die kunnen helpen bij de verzorging. Alle generaties die geboren zijn na 1950 hebben geprofiteerd van de verzorgingsstaat. Zij die geboren zijn tussen 1975 en 1985 het meest, niet de babyboomers zoals zo vaak wordt gedacht. Maar nu staat die verzorgingsstaat onder druk. Hij is straks niet meer te betalen. We moeten ingrijpende keuzes maken. De staat die verzorgt van de wieg tot het graf, dat is niet meer vol te houden. Moeten we nu terug naar het uitgangspunt. Een vangnet voor hen die het alleen niet redden. Zoals alleenstaande ouderen die het niet breed hebben. Ik heb zelf op een waardige manier een respectabele leeftijd bereikt. En dat gun ik iedereen. Het filmpje. We beginnen met onderwijs. Onderwijs is een van de drie pijlers van de verzorgingsstaat. En de overheid geeft ongeveer 70% van zijn uitgaven uit aan onderwijs. Is daarbij ook erg belangrijk. Mag ik een korte pauze even inlassen? Waarom noteren jullie geen dingen?
Dit is allemaal informatie wat je wordt, dit wordt getoetst op de meeste proeven. Als je nu helemaal gewoon gaat achteroverleunen en denkt dat je het wel onthoudt, heb je totaal mis. Zo werkt een brein niet. Je moet notities maken. Dus allemaal aantekeningmateriaal erbij. Kom op, zeg. Dit is hartstikke goede informatie. Dit zijn leerdoelen die worden beantwoord. En dat moet je erg vastleggen. Sorry voor dit pauze, maar ik denk van, je begon zo, ik denk dat hier gaat veel boeiende informatie komen. Dus ik denk, schrijf even in. Ja, ik probeer een pen te pakken. Ik heb een pen gepakt. Ja. Nu nog papier. Wat is het? Ik ga wel je papier. Wat voor dingen zijn dit? Hier, boter. Maar wat is het? Kijk hier. Ik heb wat dingen. Dat onthoud je wel bij je, toch? Dat hou ik zeker bij. Ja, als iedereen die zijn spullen heeft gepakt, dan heb ik het. Onderwijs is dus een van de drie pijlers van de verzorgingsstaat. En dat wordt dus 70% ongeveer uitgegeven aan het onderwijs. En ja, dus dat is best wel veel. Vandaar, en ja, onderwijs is best wel belangrijk ook. Onderwijs heeft twee, ja, de overheid heeft twee belangrijke doelstellingen voor het onderwijs. Eén is dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen. En nou ja, hierdoor vergroot je de kansen later in de maatschappij en heb je dus meer kans op een goede baan. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen best positief. En de tweede is hoogopgeleid personeel voor in Nederland. En ja, dit is niet alleen gunstig voor Nederland, maar ook voor ja, als Nederland met andere landen gaat samenwerken, dan ja, is het voor ons gunstig om ja, goed opgeleide mensen te hebben. Ja, om te zorgen dat iedereen dus gewoon goed opgeleid is, zijn er nu ook betere doorstroomregelingen. Je kan bijvoorbeeld van VMBO doorstromen naar HAVO en uiteindelijk nog je HBO halen. En ja, om iedereen naar school te laten gaan is er leerplicht. Dat kent waarschijnlijk iedereen wel. En leerplicht heb je van je 15e tot je 16e. En hierna, als je niet minimaal MBO niveau 2 hebt gehaald, dan ben je nog steeds leerplichtig. En ja, als je dus je niet aan je leerplicht houdt en je bijvoorbeeld spijbelt, dan kan je naar de leerplicht ambtenaar gaan en hier ga je samen met ouders en je, ja, zelf naartoe. Want spijbelen is namelijk een, ja, is officieel strafbaar. En hier kan uit volgen dat de kinderbijslag wordt, ja, wordt op stop gezet. Voor, ja, voor onderwijsinstellingen zelf is er ook zoiets. En ja, hiervoor is de onderwijsinspectie en ook op deze school. En als ja, als scholen of opleidingen of zo zich niet goed houden aan ja, wat de afspraken zijn, dan, ja, dan kan dit ervoor zorgen dat de opleiding of school wordt, ja, wordt gesloten. Nou, de tweede pijler van de verzorgingsstaat is gezondheidszorg. En wat doet de overheid hier eigenlijk voor? Het is eigenlijk de bedoeling van de overheid dat als een persoon niet meer psychisch of fysiek in staat is om voor zichzelf te zorgen, dat de overheid dit dan overneemt. En nou ja, sinds 2006 is het verplicht voor 18 jaar om zelf een zorgverzekering af te sluiten. En nou ja, dit is eigenlijk, je hebt eigenlijk heel veel verschillende zorgverzekeringen, maar de meeste mensen hebben een basispakket. En een basispakket heeft eigenlijk in dat je alle basisspullen ja, die je hebt, heb je zeg maar wel nodig. Zoals je kan een ambulance ritje, zeg maar, zodat je als je ziek bent, dat je naar de met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. Je kan in het ziekenhuis worden opgenomen, medicijnen worden vergoed en je kan naar de huisarts gaan. Als je een aanvullende zorgverzekering neemt, krijg je ook nog zeg maar, de tandarts en de fysiotherapeut erbij. Verder is het zo dat zo'n zorgverzekering betaal je door een inkomensafhankelijke bijdrage. En dit gaat via je loon en zorgpremie. Dat is ongeveer €100 per maand en zo hoef je niet per maand €100 aan de kant te leggen van je inkomen, maar dit wordt automatisch afgeschreven van je inkomen, waardoor je zorgverzekering dus wordt betaald. Yes. En dan gaan we over naar de sociale voorzieningen en verzekeringen, oftewel het sociale zekerheidsstelsel. En dat bestaat eigenlijk al sinds de jaren 60. En
dat is nu, wordt steeds verder opgebouwd. Het bestaat dus uit de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. En sociale verzekeringen zijn weer onderverdeeld in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Werknemersverzekeringen, nou eigenlijk is het allebei redelijk letterlijk. Want jullie kennen misschien wel de WW, de werkloosheidswet. Als je niet kan werken, dan wordt een tijdje wordt je onderhouden door de overheid terwijl je werk zoekt. Dan heb je de wet van uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Dat is als je zeg maar langdurig ziek bent, nou, dan word je onderhouden terwijl je bijvoorbeeld aan het revalideren bent van een gebroken rug of zoiets. Dus dat als het wat langer duurt, word je ook onderhouden. En de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dat is, lijkt wel een beetje op de WULPS, of de WULBZ. Maar dat is zeg maar voor dingen als chronische ziekte en arbeidsongeschikte meer. En nou, die sociale verzekeringen die zijn verplicht. En in tegenstelling tot dingen als een brandverzekering. Volgens mij is dat iets voor in je huis. Ofzo. Inboedel. Ja, inboedel of brandverzekering. Ja, niet verplicht. Het is niet verplicht. Maar de sociale verzekeringen wel. En voor mensen die geen sociale verzekeringen kunnen aanschaffen, dus eigenlijk bijna zeker werklozen, zijn sociale voorzieningen, en dat is dan algemeen bekend de bijstand. Dat is vanaf, als je 21 bent, dan ben je, zo wordt dat genoemd, financieel verantwoordelijk voor jezelf, dan moet je jezelf onderhouden. En als je dat niet lukt vanaf je 21ste, dan kom je in de bijstand, een basisinkomen van de overheid, waardoor je je huur en voedsel en zo kan betalen. En dat samengevat, alles bij elkaar, is dan het sociale zekerheidsstelsel. Ja, dat moet je goed weten. Zeg maar, dus de onderscheid tussen verzekeringen en voorzieningen, dat is dus het, ja. Je moet snappen dat de ene, dat moet je eigenlijk, en dat betaal je eigenlijk automatisch voor. En daar heb je ook recht op, tenzij je daar dus bijvoorbeeld niet gewerkt hebt, dan heb je ook geen recht op WW. Dan kom je bij bijstand. En dat is zeg maar het vangnet voor als het helemaal fout gaat. Ja, prima. Het sociale vangnet, klopt. En daarna gaan wij naar, we hebben, omdat het gaat natuurlijk over de praktijk, hebben wij de levenslijn van Henny, hebben we een beetje in beeld gebracht. Nou, dit is dus Henny. En Henny is geboren in het ziekenhuis. En vanaf het moment dat hij geboren krijgt, zijn ouders de algemene kinderbijslag. En dit is het bedrag dat zijn ouders krijgen om te kunnen zorgen voor Henny. Nou, en dan is Henny iets ouder. En Henny gaat voor het eerst naar school. Dit is de basisschool. En nou ja, bij de basisschool kost het eigenlijk best veel voor de overheid. Dat is ongeveer 5900 per jaar per kind. En de overheid investeert in onderwijs dan ook ongeveer 16,5 miljard per jaar. En oh ja, en als Henny daar is met de middelbare school en met de basisschool, is die eindelijk volwassen. En nu gaat het echt beginnen voor Henny. Henny gaat bijvoorbeeld op zichzelf wonen. En omdat hij boven de 18 jaar is, moet hij een eigen zorgverzekering afsluiten. Hij kan dus kiezen tussen een basispakket en verschillende pakketten voor de zorgverzekering. En de kinderbijslag vervalt omdat hij boven de 18 jaar is en hij dus eigenlijk helemaal zelf moet redden. En Henny is nu 18 trouwens. We zijn 3 jaartjes verder. Sorry, ik moest nog even doorgaan met het vorige stuk. Hij kiest voor de aanvullende zorgverzekering. En ja, hierbij gaat het voor de tandarts en de fysiotherapeut. En nou ja, hier zie je wat er nog meer bij staat. Dit is alles bij aanvullende zorgverzekering. Die van het PGZ. Ondertussen moet hij ook werken. Dus Henny zoekt zijn eerste serieuze baantje. Hij werkte eerder al wel bij de Albert Heijn als vakkenvuller. Maar hij dacht, het moet echt wat serieus, want anders ga ik die verzekering echt niet meer kunnen betalen. Nou, hij is dus inmiddels 21 en financieel verantwoordelijk voor zichzelf. Hij studeert nog. En dat, wat de, ja. Een beetje oud, man. Hij is dus aan het werk. Er wordt hier een beetje gelachen omdat iemand van 21 al wat grijs wordt. Ja, okay. Maar we snappen het.
nou ja, op een gegeven moment heeft hij dus een baan, maar dat, door de crisis gaat het niet meer zo goed en hij wordt ontslagen. En ja, Henry wordt dus werkloos. Hij krijgt uiteindelijk te maken met een WW-uitkering. En ja, dit is een bepaald dus, bedrag dat hij krijgt, maar hij moet nog wel laten zien dat hij op zoek is naar een nieuwe baan. Dus ja, hij moet gewoon blijven solliciteren. Nou, Henry is eigenlijk een beetje op het laatste van zijn leven geëindigd. En door de WW, of door de WW-uitkering heeft hij, is hij ondersteund en heeft hij weer een nieuwe baan gevonden, waardoor hij zijn pensioen heeft opgebouwd. En zo heeft hij dus de AOW en nu zit hij waarschijnlijk in het bejaardenhuis lekker te draaien. Die mooi. Dat hoort niet. Ja, komt wel goed. Oh, de socratief, ja. Nou, we hopen dat jullie allemaal goed hebben opgelet en dit gaan we testen. Dus we gaan de Space Race spelen. Kom, Bram! Want iedereen heeft met z'n zeg maar, groepjes van met z'n tweeën zeg maar, wil maken. Je laptop? En, ja, ja. Ja, ja. Zo meteen verschijnt op het bord welke woordnummer het is, maar jullie kunnen twee tallen maken en je letters lachen. Oké, dus zelf twee tallen maken? Ja. Oké. Gewoon binnen je tafel. Ja. Jeroen, met wie ga jij? Gaan wij samen wat? Je kan ook, maar je mag ook niet klaar. Klaar. Ga jij ook Space Race doen? Ik begrijp, maar ik kan niet antwoorden. Oh, oké, okay. Anders ga jij Jeroen helpen. Gewoon met meedenken en met je notities. Er moet voor staan een groot nummer. De room number. Maar hier is. Wout, kan die staan? Nee, die moet erin. Je bent veel sinds de eerste. Hij is helemaal gek zo. Ik vind het echt knap. Geef je laptop. Ik ben willen ruimen. Ik vind het eerlijke deal. Straks zijn er 20 Heb je nog winst gespeeld? Ja, zet het er al. Ja, Tycho. Tycho, zit je in de boven? Wat heeft er nog niet in? Hè? Ja, wat heb jij misschien nog? Ja, wie zit er wel al in? Wat doen we ook moeten doen? Ja, ik dacht als we opzetten. Geen meisje. Oh, en punt zo. Kamer 545293. En niet op tafel zo. Rappa! Ik ben nu klaar. Go, go, go. Wie is nog niet klaar? Doe, schiet op! Ja! Bram, Tycho. Zoek Tycho. Rustig. Tycho, schiet eens op. Punt. Boris, wat? Alles. Hey. Stilhouden. Heel even. 5, 4, 5, 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 ga gewoon naar zoekertip.com. Ja, ik heb Hoop je nou over stieren of mensen die hebben? Ik moet er naar al zitten. Zijn er erin, Tycho? Nee! Mama, ik ben erin! Helemaal, please, oh, please, please, please. We zijn al in! Nu is echt slow! Hey! Oh shit! Ja. Oh, je moet nog in.
Wat is een belangrijke rol van de overheid? Wat zie je druk? Volksverzekering. Ja, de eerste keer was gisteren op het net. Ik denk deze. Dat schreeuwen nou iets te zacht gaat, dan doe je het helemaal goed. Volgens mij dit. Wij zijn rood. Je hebt hem geen hand. Oh, je wel. Wie zit hier rood? Wij. Dat is echt genoemd. Zijn jullie goed? Oh, is echt goed op koers. We moeten er nog twee bij hebben. Wij zijn geel, maar er moeten er nu nog sowieso twee goede antwoorden bij opgeteld worden. Hé, hey, zijn jullie purple? Wie is paars? Dat gaat goed hier, hoor. Jasper, welke ben jij? Blauw. Nou, even daarin kijken. Blauw. Niemand is paars. Ja, toch? Hey, wie is het paars? Wie is geel? Wij zijn paars. Wij zijn geel. Paars, nee, paars doet niet mee en het is nog beter dan jullie.
Wie is paars? Jou, Max, door jou! Maar wij doen gewoon red, want we zijn niet laten groeien. Wie is paars? Wie is paars? Wie is paars? Wie is paars? Ja, jij is paars! Jij is paars, sowieso! Hij is paars! Jij is paars! Die man is paars! We zijn rood! Ja, hey, doe jouw laptop eens open! Wat? Doe jouw laptop eens open! Laptop is uit! Jij bent sowieso paars! Sowieso! Die man is paars! En waar is hij? Hij is beter dan dat zien, jongen! Fucking erg! Hier! Let op zijn! Ja, zeker met de brengen die gaat weer. Nee! Zie je? Jij bent paars, jongen! Ja, ik ook. Ja, denk je kan op het dak blad niet meer open. Dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een voor mij is het dan een goed. Zoek gewoon in. 708 miljard. Deze. Maar ik ga sowieso niet. Sowieso niet. 87 miljard. Tycho, 87. Nee, serieus? Nee. Maar we staan nog heel laag, hè, Jeroen? Ja. Echt? Wat is het volgende antwoord? Jaarlijks bijdrage gezorgd? Ah! Oh, nee. De uitkering bij de ANW. Ik heb al aangekomen. Oh, dat is zo leuk! Ik weet waar het zo leuk is. We zijn eerst. We zijn nog eerst mocht. Wij zijn geel. Ja, maar bij ons moet er volgens mij nog vragen bij komen. Hey, je bent geen geel hoor. Hij is geel. Je kan het nu niet meer zien, maar ik ben geel. Wij zijn geel. Bij mij staat yellow. Bij mij staat ook yellow. Nee. Bij ons staat yellow. Bij Derek komt niet. Die raket gaat naar voren. Bij ons stond yellow. Nee. Ik zweer het, bij ons stond yellow.
Bij ons dat ook yellow. Mijn naam staat niet. I swear we were yellow. Heel lang. Zijn jullie serieus geel? Wij zijn serieus ook geel. What the fuck? Oh, jullie dingen zijn wel geel. Jullie zijn paars. En alsnog zijn we zussen. We zijn paars. 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 Wie is paars? Wij niks gedaan. Download. Oh. Ja, en zij ook. Oké, jongens, wie was geel? Ja, wij waren blijkbaar geel. Wat hebben jullie nou weer afgevraagd? Wij zijn geel en zij zijn geel. Wij waren echt geel. En wie was rood of geel? Oké, dan hebben zij drie. Wij drie krijgen spannend. En jullie samen? Zij zijn geel en wij zijn geel. Dat is wel een raar. Alleen heb het meer dan drie. Spectrum. Hé, waarom? Spectrum. Dat is wel lekker. Hé, Wouke, zij trouwens, zij hebben alles gedaan met die paars. Jongen! Nee, ze waren ook rood. Ja, zij waren ook rood. Ja, omdat je eerst een paars alles hebt gedaan. Hoe is dat eerst een paars alles in groot. Tycho, kom eens hier. Rustig, even zitten. Nou, dat was... Tycho, we gaan veroordelen in de les. Gaan we niet de tweede ronde doen, Guido? Die hebben we net onszelf opgegeven, of niet? Is die lekker? Ik moet het niet opeten. Ik verdoos ook eentje. Tycho, wil je? Ja. Guido, geef je snoep bij jou. Ja, ik ga het even doen. Oh, thanks, Mike. Moet je Clara bedanken. Dankjewel, Clara. Oh ja, ik ben net maar licht. Tycho, even let maar dicht. Goed. Oké, dames en heren. Allereerst een heel erg hard applaus voor de docent. Dan eventjes het punt van tip en top. Wat zouden we dit team kunnen vertellen? Wat hebben ze goed gedaan wat je ook in je eigen les kan toepassen? Dat is een top. Die kan maar even doen. Even vingers. Even vingers. Ilias, kom. Even kom je maar. Ze hebben niet voorgelezen of een hele lab tekst voorgedragen, maar ze hebben het goed duidelijk in kortere stukjes verteld. Ja, kort en bondig. Ja. Goed punt. Mike. Ik heb iets uitgelegd en daarna hebben ze getest, zeg maar. Ja, dat is een voorbeeld. Goeie, ja, toch? Je kan een tip definiëren. Wat ze dus in de volgende les ook zouden kunnen doen, of misschien nog wel beter. Strenger zijn bij de quiz. Dat is een beetje chaotisch, hè? Ja, sommige mensen waren wel een beetje gedeeld. Ja. Maar dat is ook wel iets wat in deze klas een beetje verwacht. Oh, no. We hebben nog twee minuten. We hebben nog vier. Dus dan hebben we. Hey jongens, we hebben wel even iets mee te doen. Kijk, ik vind jullie echt een geweldige klas. Hey. Gewoon echt zo'n klas waarvan je denkt van daarna van wow, something happened, weet je wel. Dus er gebeurt echt wel wat. Jullie zijn een ontzettend goede klas. Maar daarin schuilt ook jullie gevaar. Namelijk dat jullie hebben heel veel energie of zo. En dat kan echt aan knallen soms. En dat komt soms uit door te slaan op de tafel. Soms door heel hard te schreeuwen. Soms door zo met een spek. Maar je voelt hem aan. Het is eigenlijk heel leuk. Maar kijk, soms dan, daar zit dus een gevaar in dat het soms een beetje denkt van oké, okay, wow. Jongens, we zitten nog wel in de les, hè? Of zo. Het is geen vrijdagavond in het voetbalstadion of zo, weet je wel. En dus,
Precies. Maar hè, dus daar moeten we, laten we daar wel even op letten. Dat ietsje, je mag iets meer timide. Dat misstaat ons niet. Hè, daar worden we geen mietjes van als we dat iets meer rustiger doen. Dus dat even een kleine tip. Dan nog een laatste opmerking over de CO. Er staat in iets learning, staat er een CO. CO3. Maak die alsjeblieft, want dat is echt belangrijk om te meten of jullie genoeg weten. Maak die CO, lever hem in, deadline is over 1 week. En dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Nou, leuk voor jullie, tijdje. Ja, tot volgende week. Ja, jij hebt ook een kaart niet, toch? Tycho, jij hebt ook gewoon een kaart. Wat? Je hebt ook gewoon een AK nu, toch? Wacht even. Je hebt ook gewoon een AK nu, toch? Ja? Anders had ik het nu gezegd. Anders had ik het nu tegen ons gezegd. Nou geloof je de geestieven. Waar we geen geel waren. Wij was ook echt. Waar we ik heb het al gehad. Jij kan nog een paar. Ik heb het niet gehad. Jongen, het is geen basisfondest. Dat zijn de kinderen. Nee, joh, ik vind die fantastisch. Zo'n tepertje plaats van dat neerschot met Feyenoord neerschot met Snoep. Ik denk dat je nu een nacht in gaat zitten. Heb je het Ik heb het niet. Maar het is ook echt. Oh.